Dit is NEC TV door N1. Patrick Pothuizen is, net als NEC zelf, op weg naar 100 punten in potjes Toto en neemt het deze week op tegen Jasper Waalkens. Dat zie je zo. Eerst blikt trainer Ruud Brood vooruit op het treffen met Almere City. Voor welke records NEC speelt is bekend. Voor Almere staat er veel minder op het spel. De ploeg van Fred Grim is immers al verzekerd van de play-offs door een periodetitel. Met welke intenties zullen de Flevolanders naar Nijmegen komen? Ja, die kan ik heel makkelijk tackelen door simpel te zeggen, dan moet je aan die trainer van hun vragen. Maar ik heb wel een idee. Almere, wat je zegt, voor de periode. En die hebben van de week al succes behaald tegen Sparta. Dus die zal in een bepaalde vorm willen komen voor die play-offs. En om daar een goed figuur en hun doelen te bereiken. En natuurlijk ons te willen verslaan, want iedereen wil ook wel van de kampioen winnen. Nog even terugkomend op jullie doelen. De hoogst geclasseerde tegenstanders zijn verslagen. Men gaat inmiddels verwachten dat de 100 punten en doelpunten wel gehaald gaan worden. Eerst was dat nog hoop. Is dat geen vervelende druk? Nee, ik begrijp dat je die vraag stel en vanuit Teun. Maar nee, het is geen druk. We willen heel graag natuurlijk records breken, maar het zal niet makkelijk zijn. De aankomende wedstrijd is al zwaar genoeg tegen Almere City. Net aangegeven. Ja, goed. En we hebben heel het jaar druk gehad, dus hier kunnen we ook wel mee omgaan. Oké. Hoe gaat het met de spelers die niet fit genoeg waren om tegen de Graafschap te spelen? Gravenbeek heeft al, Gio van die Gravenbeek heeft al 2 trainingen in zijn benen, groepstrainingen. Dus de verwachting is dat hij erbij is. Daarentegen Christiane Emielson is uitgevallen bij de belofte, zelfs als Mike van Hamel. Mike van Hamel met kaak en kiesklachten. Emielson lichte spierverrekking. Daar zijn we natuurlijk heel voorzichtig mee. En Ali Reza, Jan Baks, die hebben nog rust gegeven. Dus die is er niet bij. Dat zijn de namen zeg maar, die ten opzichte van Os deze week de revue passeren. Neem je daarin nu ook minder risico's dan nodig? Zeker met spelers die volgend seizoen nog onder contract staan? Nou, Emielson is natuurlijk een apart verhaal. Daar zijn we sowieso voorzichtig mee in die zin dat het alles dat doseer je. Nou, datzelfde geldt voor Ali Reza. Ja, dat kan na zo'n kampioenschap, maar als je wil winnen, elke wedstrijd wil winnen, wij vinden ook wel dat we een selectie hebben die in staat moet zijn, en dat heb je nu ook gezien, om wedstrijden te kunnen winnen in deze competitie. Maar ik vind niet dat je iets in moet houden. Dus eigenlijk wie fit is en die behoort gewoon bij de selectie, klaar. Oké. Het stadion is nog niet helemaal uitverkocht en een kampioen verdient een vol stadion. Hoe zou je de twijfelende supporters het laatste setje willen geven, toch nog te komen kijken zondag? Ja, het laatste setje. Nou, ik denk dat we die steun hard nodig zullen hebben om, wat je net zei, die doelen te kunnen bereiken. Te winnen van Almere, maar ook een wedstrijd te maken waarin je misschien ook meer goals kan maken. Ja, als ik ze nu nog moet overtuigen na een kampioenschap, dan zijn het in mijn optiek niet de echte supporters. De echte supporters zitten in het stadion. Die voelen zich kampioen. Dat heb ik ook gezien aan de doeken. Fantastisch om te zien. Ja, moeten wij ze nu nog overtuigen? Ja, dat lijkt me niet. Oké, dan heb ik nog een persoonlijke vraag. Ben je thuis al bezig om de schoorsteen te verbouwen met al die prijzen? Is die persoonlijk voor jou of? Hij is voor mij. Want je hebt allemaal die oortjes in, ik weet het niet. Oké. Nee. Die schoorsteen, daar staat een mooie schaal op. En dat vind ik de mooiste prijs. Niet de originele schaal, maar daar staat een schaal op dat wij dus kampioen zijn. En dat andere is een waardering voor ons allemaal. En daar zijn we met z'n allen heel trots op. En ja, wat ik al eerder zei, mijn zoon inmiddels, de jongste moet ik zeggen, die is er ook wel blij mee, want die spaart die dingen wel op, ja. Oké, veel succes zondag. Ja, fijne dag, jij ook. Tijd voor een nieuwe potjes Toto. We zijn je nog 2 uitslagen verschuldigd. 2 weken geleden ging algemeen directeur Bart van Inge de strijd aan met potje. Hij maakte alle verwachtingen waar en won met 7-6. Navarone Voor zorgde voor de 3e nederlaag op rij voor Pothuizen. Zijn potje Toto van vorige week eindigde in 4-3. Hierdoor wordt de tussenstand met nog 4 Toto's te gaan 89-84 in het voordeel van potje. De volgende uitdager is Jasper Waalkens. Binnen. Jappie. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Stiffy, hoe is het? Stiffy erbij, ja, goed hè. Ja?
Valt het een beetje bij NEC? Ja, heel goed. Ik heb het goed naar mijn zin hier. En ja, op naar het kampioenschap, hè, volgende week. Ja, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Dat, ja, Varkel, we hebben nu Almere straks, hè, maar Varkel dat we kampioen zijn. Dus ja, okay. We nemen eigenlijk, kan ik net zeggen, we nemen toch alles een vier keer op. Net zoals in Spanje. Dus kan af en toe een keer misgaan. Helmond Sport VVV. Wat denk jij? Oh, oké. Okay. Ik denk een 2. Een 2? Dat is duidelijk. Dat denk ik ook. RKC Eindhoven. Ja, we zelf bij Eindhoven gespeeld. Dus, Eindhoven? We staan nu tweede. En ja, goed voetbal naar ploeg. Misschien derde. Eindhoven. Ja, ik denk ook dat Eindhoven wel gaat winnen daar. Volendam Fortuna. Ook oud clubje, hè? Fortuna, ja. Fortuna, dat gaat niet zo goed daar. Volendam thuis, altijd goed. Sinds jij weg bent, daar halen ze weinig punten, hè? Ja, ze missen me. Ja. Oké, okay. Dat is ook een 1, duidelijk. Ga je elke keer hetzelfde doen? Ja, tuurlijk. Want, dan kun je niet verliezen, hè? Ja, daarom. En ik sta voor, dus... en ik wil graag winnen. OS MVV. Ik denk dat jij een 1 gaat zeggen. Duidelijk een 1. Ja. Saai zo, hè? Ja. Ik kan het goed niet uitzenden, dit. De Graafschap Den Bosch. Ja, ja, ook een 1. Ja, denk ik ook. Het zijn een beetje... Emma Achilles. 29, Groesbeek. Ook een 1. Ja, weet je zeker? Jij kan het eigenlijk niet maken, hè? Een 1. Ja, ik... Ben je van ik denk een stuntje daar. Een 2. Mooi. Emma gaat zich voorbereiden op de na-competitie. Sparta Telstar. Telstra is lastig, hè, de laatste week. Hier zit ik in op een stuntje, denk ik. Ja? Zal toch niet allemaal voor de hand liggen. Dus ik denk dat een gelijk spelletje wordt. Dat vind je al een stunt dan, bij Sparta? Oké. Okay. Ja, okay. Ik denk een 1. Duidelijk. Jong PSV, Rode SC. Rode SC, dat is ook... Is dat een maandag? Dat kan. Ik zou het god, ja, ik zou mijn god niet weten. Echt niet. Kijk, Rode is... Nou, meestal spelen de jonge teams op maandag. Maandag. Ja. Ga ik voor een verrassingje. Ja, voor ik denk... wat denk jij, Ron? Ik denk dat... ja, ik heb het al gezegd. Dat dan, als dat een maandag is, dan... Dan heeft PSV... En een zondag? En een zondag? Of dispensatiespelers, want dat mag als je PSV, Feyenoord of Ajax wel. Ja, oké. Okay. Wat zou ik zeggen dan? Nee. Ik denk Jong Twente, ja. Ja, laat maar. Ik zet een 2. Nee. Jong Twente, Jong Ajax. Dat is een lastige. Dat is maandagavond. Jong Ajax is wel aardig bezig. Ik denk, ga ik toch voor... ja, Jong Twente is ook lastig. Ja. Ja, ik denk ook dat Jong Ajax daar winnen. Oké, okay, wij thuis tegen Almere. Eerste periode gepakt toen, hè? Begin van het seizoen. Was jij niet bij? Was er niet bij, nee. 2 nog gewonnen daar. Almere, ja, ook in de na-competitie. Wat gaan ze doen, hè? Zitten, ja, we bijna einde van het seizoen. Zo al kampioen wij. Ja, sinds dat ik bij NEC ben, hebben alles nog gewonnen. Dus ja, ik ben er weer bij. Dus ik denk ook dat we tegen NEC thuis, of tegen Almere, ja, thuis weer gaan winnen. Ja, dat denk ik ook. Dus, onneembare vesting hier, hè? Ja. Oké, okay, Jasp. Hartstikke bedankt, jongen. Ja, graag gedaan. En nog veel succes de laatste wedstrijden. Ja? Dankjewel. Rustig aan, jongen. Volgende week zie je in NEC TV onder andere een nieuwe potje Toto en een vooruitblik op de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Graag tot dan.